Hoi allemaal, ik ben Elle Romeijn en vandaag neem ik jullie mee in mijn kleine schoonheidsbehandeling voor thuis. Ik begin natuurlijk met het gezicht te reinigen. Hiervoor pak ik de heerlijke reinigingscreme van Absolution. Ik neem een lekkere hoeveelheid in mijn handen. Verdeel dit heerlijk over het gezicht. Goed immisseren. Deze reinigingsmelk is echt heerlijk voor als je huid wat droger is of wat gevoeliger is. Omdat deze ook echt kalmeert en ontspant. Vergeet ik ook mijn hals niet mee te nemen. Natuurlijk kun je hem heerlijk onder de douche afhalen of door middel van wat water in je gezicht te plensen. Maar ik doe het lekker met een washandje. Het volgende product wat ik ga gebruiken is de scrub. Deze scrub van Absolution heeft een heerlijke fijne korrel. Masseer hem lekker zachtjes in. Je kunt meteen voelen door die zachte korrel dat hij ook erg geschikt is voor de gevoelige huid. Je huid trekt namelijk totaal niet. Nu ik hem lekker heb aangebracht, pak ik een klein beetje water erbij. Ga er nog een keertje lekker overheen. En ook deze scrub kun je natuurlijk weer heel fijn ook onder de douche gebruiken. Of dat je het aan de wasbak lekker met wat water verwijdert. Maar ik vind het gewoon fijn om een washandje hiervoor te gebruiken. Zoals je kunt zien, ziet mijn huid er nu heerlijk uit. Totaal niet rood of geïrriteerd. Ik heb dat wel eens anders ervaren. Het volgende product dat we gaan gebruiken is het masker. Ik gebruik voor nu een lekkere, ruime hoeveelheid. Ik breng deze lekker royaal aan. Het voordeel hiervan is ook dat het goed hydrateert en het geeft me echt een lekkere boost in de huid. Wat je ook zou kunnen doen is als je een beetje een wat zwaardere nacht hebt gehad, is dat je een klein laagje aanbrengt onder je dagcreme. Dit even als tipje extra meegegeven. Maar voor nu vind ik hem heerlijk om als masker te gebruiken. Hals natuurlijk niet vergeten. Ik neem zelfs ook eventjes mijn lippen mee voor extra hydratatie. Nou, we zijn inmiddels een kwartiertje verder en zoals je kunt zien heeft het masker goed zijn werk gedaan. Het is bijna allemaal in de huid getrokken. Dus nu ga ik lekker het restantje weghalen met wat water en een washandje. Als afsluiter gebruik ik nog deze heerlijke spray. Wel even goed schudden van tevoren. En dit verfrist en hydrateert de huid nog extra. Wil je nu nog wat extra? Kun je natuurlijk ook ervoor kiezen om nog een lekkere dag- of nachtcreme te gebruiken. Ik dep hem nog even extra in. Dan neemt hij nog beter op. Dit was mijn heerlijke schoonheidsbehandeling voor thuis. Je hebt kunnen zien hoe makkelijk het is.
Dus ik zou zeggen, lekker allemaal doen.